Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, we zijn aan beland. Daar staat er eentje met een paar fakkels om die denk ik aan te doen. Nou ja, ik heb geen fakkel. Er staan meer mensen met lichtjes. Mario die staat ergens tussen, ik weet niet eens niet meer waar, maar dat doet er niet toe. Ook is er genoeg blauwe jassen, oftewel de politie is ook aanwezig. Ook de veiligheid voor ons is aanwezig met gele hesjes. Nou ja, die hek aan mijn booster, een gele. Dus helemaal geweldig. En we hopen natuurlijk dat er nog veel meer komt. Ja, er moet nog veel meer komen, of niet dan? Ja. Maar er komt nog wat aan. En dat wij weggingen, kwam er ook nog een meisje mee met papa. Dus, en die heeft ook een lampje. Nou ja, ik heb genoeg lampjes, want mijn kerstboompje staat er nog op. Dus genoeg vrede en vrijheid, liefde en geen dictatuur. Nee, want dat willen we niet. Nou, ik sluit er eventjes af en ik zeg tot straks. Ja, lieve vrienden, er is veel en veel meer gekomen. Ik zal er even bij gaan staan. Hartjes, liefde. En allemaal lichtjes. Allemaal lichtjes. Allemaal lichtjes. Dus ja, hoeveel... en er lopen, er komt nog steeds meer aan. Die mee willen gaan. En ja, onze Mario die staat natuurlijk hier met een broer van Robert-Jan de Kapper, met zijn dochter uiteraard. En gezellig of niet dan? Ja toch? Ja hoor. Oké. Dankjewel. Ja, geweldig. Vind jij het ook mooi? Ja. Zo'n opkomst, toppie hè? Ja, heel mooi. Nou, tot straks maar weer. Ja, wat mooi gezicht niet, lieve vrienden. Wat een mooi, prachtig gezicht. Geweldig. We hebben een vlag en ik hoor een trommel ergens. Dus wat er tussen zit, Joost mag het weten. Maar ik vind dit in één woord geweldig. We gaan er weer achteraan. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Want ja, ook jullie kunnen meegenieten. Ik zou zeggen, tot straks. Gaan niet. Het valt wel warm. Mooi lichtjes. Ja, maar ik ben aan het filmen. Komt vanavond nog op YouTube? Ja, dat is wel heel gezellig. Ja, dat is wel heel gezellig.
Dan moet ik toch even hierop letten. Want ik moet toch de stoep op zien te komen. Ergens. Zomaar. Ja. En dat doen we hier maar even. En weer eens één. En dan kunnen we langzaam eromheen. Leuk hè, al die lichtjes. De ene flikkert, de ander die heeft dat flikkeren weer uit. En ik moet mijn alarm weer uit hebben, want dat gaat piep. Maar dan moet je stilstaan. Gaat het er nou ook niet worden. Kun je mijn alarm uitzetten? Ik heb begrepen, wat jij dat doen? Alarm? Oh, nou wat, maar ik sta nou toch al stil. Alarm die zegt piep, piep, piep. Oh, ja. Krijg je op die zee. Die batterij liggen, Corine, dus moeten we nog duwen. Nee hoor, die hier zit wel van de nou, doen we met liefde hoor. Ja. Mobiel zo vasthouden. Overdwars, dan heen je het beter. Ja. Wanneer ik thuis ben en een bak koffie voor mijn neus heb staan en mijn handen warm zijn, dan zet ik het op YouTube. Lekker de boel bewerken. En dan komt het, nee, zo kaal, maar het wordt ook wel bewerkt tussen de vlog van vandaag. Oh, keurig. Nou, dan komen we wel tegen, denk ik. Corine met IE. Ja. En de beestenboel. Dat zijn zo waar. Nou, we gaan even kijken. Ja, ik ben denk dat vorige maand heel erg ziek geweest. En dat kan je ook zien, dat ik allemaal, nadat ik weer beter werd, heb ik het in elkaar gezet en later naar YouTube gebracht. Oké. Maar dan zie je hoe ziek ik was, hoe ik eruit zag. Voilà. Ja, weet ik. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Nog langer niet. Ja, we gaan aansluiten hoor, zeker liever. Oh, is het gevoerd? Kijk, alsjeblieft. Ah, kom op, kom. Nou sta je erop, schat. Vrede, hè? Vrijheid. Hoe heet je YouTube-kanaal? Corine met IE.
de beestenbol. Maar dat is de andere kant. Corine. Ja, maar Corine schrijf je niet zoals je gewend bent. Dat is met I-E. Dus C-O-R-I-E-N-A. En de beestenbol. Oké. Hoeveel beesten? 2 honden en een kat. Ja, dat valt nog mee. Het valt nog mee, maar het is toch een beestenboel. Eens kan al heel wat doen. Daarom? Oh, hoe zit het hier? Ja, je kan zo. Ja, ik kan net zeggen. Ja, want ik wil hem toch zo meteen hier opruimen even, want ik heb het koud aan. Geen standaard die je mooi kan vastmaken. Standaard die je kan vastmaken. Ik heb thuis heb ik een tripod met een flexibele dingen, weet ik veel hoe dat heet. Maar dat is een slap ding, ik wil een nieuwe, een betere. Oepsie. Het is geen foto hoor. Wat dan? Komt op YouTube. Het is een film. Bijzonder, ja, dat was goed. Ja. Hallo. Hoi, tot straks maar weer.
He? Nou, dan komt de laatste dan. En dan ga ik gassen. Tot straks maar. Mij en jou. Dankjewel. Ja! Ik zie mensen koffie drinken, et cetera. Nou zie ik mensen met een beker koffie. Kijken van het pakken. Helemaal zwart. Maar volgens mij is het chocomel, hoorde ik. Oh, nou, dat lust ik niet. Ik zal even kijken. Ja, een mooi boy. Komt op YouTube. Ja. Hey, familie van me. Jij ziet er erg tuk uit. Je bent een heks. Je hebt een heksenhoed op. Ja. Nou, ik ben ook een heks. Op die manier. Nou, zeg familie van me. Ja, nou, maar we zijn toch allemaal broeders en zusters. Daarom. Ja. Dus. Komt op YouTube. Oh, dat is prima hoor. Dat vind ik niet erg. Dat is niet de eerste keer. Nee, daarom. Dus bijna een speciaals vraag aan. Nee hoor. Gewoon vrijheid. Ja, weet je, daar knokken we voor. Daarom. Dat willen we graag. Mijn YouTube-kanaal, wil je die weten? Afhandig. Corina met IE, Corina. En de beestenbron. Want ik heb drie lieve dieren. Nou, zal ik eens even kijken als okay. Ik thuis ben. Als helemaal ik... goed. Corina en de beestenbron. Ja. Komt goed. Oké. Okay. Fijne avond. Hetzelfde. En nou moet ik Mario zoeken. Want wat die is, Joost mag het weten. Dus die gaan we proberen te bellen. Dus te zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot straks als ik weer thuis ben.